Hallo allemaal, ik laat jullie even vast zien van uh, projectjes waar ik nu mee bezig ben. Um, dit wordt een uh, tas. Ik hoop dat jullie het zo een beetje kunnen zien. En heb ik met, uh, ben ik bezig met macramé Hoe ik het uh, allemaal doe, dat laat ik uh, binnenkort eventjes zien. En. Um, ja, het uh, heeft een leuk effect. En met de smoksteek doe ik deze. Dan ben ik nog uh, bezig uh, heb ik een uh, leuke uh, deze even aan de kant. Een leuke sjaal uh, gehaakt. En deze heb ik gehaakt uh, met verloopgaren. Deze bol heb ik hiervoor gebruikt. En um, heb ik in de. Um, hoe noem je dat ook alweer? De stersteek, de stitch. Het is star stitch gemaakt. Met verloopgaren, een leuke kindersjaal. En dat ga ik het weekend ook eventjes op internet zetten. Dan ben ik nog met een projectje bezig. En die laat ik later even zien. Dus met deze, die wil ik. En die probeer ik het weekend probeer ik deze erop te zetten. Nou, dan weten jullie eventjes waar ik mee bezig ben en dat het nog steeds goed gaat. En um, ik heb hem dus met macrame gehaakt. Um, even kijken, dat is uh, hetzelfde als deze. Hey, dan heb ik ongeveer voor deze tas, zal ik daar ongeveer zes uh, voor nodig hebben. Hey, je haalt het, uh, bij, kunt het gewoon bij de vibra halen. En um, op naald 4,5 tot 5. En ik haak hem op haaknaald 6. Dat, uh, dat vind ik gewoon er even iets mooier uitzien. Nou, ik ben al aardig eindje op weg. Ik weet niet of jullie het zo kunnen zien. Eh? Maar de bodem zit erin. En ik ben over de helft met het haken. Nou, dit was het eventjes. En uh, het weekend hoop ik dat ik het verder uitleg kan geven. En het, dat de tas klaar is. En ook de sjaal natuurlijk. En nog een, uh, een spannend ander nieuw projectje. Nou, tot zover even deze video. En um, mocht jullie het leuk vinden, en wie jullie willen het straks zien, geef eventjes een duimpje en uh, abonneer je op mijn kanaal. En dan het weekend laat ik zien hoe ik dit allemaal gemaakt heb. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.